Uiteindelijk denk ik dat er dus weinig wat Apple in de weg kan staan, anders dan een China-boycott. Er was toen even sprake van dat de Chinese overheid geen ambtenaren geen Apple meer mochten gebruiken. Mm-hmm. Maar dan praat hij over 1%, geloof ik. Dat valt ook allemaal wel mee. Maar ik zie Apple meer als een hele dominante cashmachine die op basis van zijn wearables en op zijn services en op zijn iPhones natuurlijk tientallen miljarden aan cashflow binnenharkt. Die ze eigenlijk elk jaar vrijelijk kunnen uitkeren aan de aandeelhouders.